zijn hier in Abdij Rolduc in Kerkrade, waar vandaag de bisdomdag van het bisdom Roermond plaatsvindt. Het is een ontmoetingsdag die we georganiseerd hebben in het kader van het jaar van de barmhartigheid. Wij mogen onze parochies omvormen tot nieuwe oases van bezinning, oases van gebed, oases ook van barmhartigheid en gemeenschapszin. Een kerk die niet barmhartig is, heeft helemaal geen toekomst. Ik denk dat dat een van de belangrijkste stellingen is die ook Paus Franciscus keer op keer herhaalt. We moeten op de eerste plaats ons over mensen ontfermen, met mensen bezig zijn, erbarmen voor hen hebben. En daarna komen alle andere zaken, alle andere verhalen die wij in de kerk belangrijk vinden, die komen daar vanzelf achteraan. Barmhartigheid, zegt Paus Franciscus, is de identiteitskaart van de kerk. Ik citeer hem: ik geef de voorkeur aan een kerk die gekneusd, gewond en vuil is, omdat ze langs de straat is getrokken, boven een kerk die haar eigen regels handhaaft, terwijl de mensen sterven van de honger. De 7 lichamelijke werken en de 7 geestelijke werken van barmhartigheid zijn eigenlijk de dagelijkse praktijk voor een gewoon christelijk leven. Onze verzorgingsstaat heeft hele sterke en diep christelijke wortels die van oudsher nauw verbonden waren met de christelijke kerken. Maar diezelfde staat die het welzijnswerk en de zorgtaken heeft overgenomen, bouwt nu af. Omdat sociale en zorgvoorzieningen onbetaalbaar zijn geworden. Vanuit de kerk kunnen wij die professionele zorg die er op het ogenblik gestructureerd is, hartstikke goed aanvullen met barmhartigheid. Want barmhartigheid is per definitie onbetaalbaar. Barmhartigheid is gratis. Dus iedereen kan het. En daarna zal onze bisschop, monsignor Wiertz, een verhaal vertellen over hoe hij de toekomst van de parochies in Limburg voor zich ziet. Als je dan kijkt naar de handelingen van de apostelen, dan vinden we eigenlijk een soort handboek. Hoe je dan dat geloof zou kunnen doorgeven. Dat is in de eerste generatie zo gebeurd. In Jeruzalem en verderop. En later, nu nog, in zeer veel streken in de wereld, waar vitale kerken zijn, gaat het zo. De eerste christenen kwamen bijeen in een of ander huis. En ze deelden alles gemeenschappelijk. Dat is die diaconie. En ze vierden Eucharistie. Het brood werd gebroken en gedeeld. Dat is het oermodel eigenlijk van een vitale kerk, waar ouders met hun kinderen en met andere ouders en kinderen samenkomen om te geloven. In alle dimensies. In te bidden, de sacramenten te ontvangen, maar ook om voor elkaar te zorgen. De kerk moet missionair zijn, we moeten een missionaire kerk zijn. Dat betekent dus dat wij het geloof moeten uitdragen. En dat kan, je kunt dat bij woorden doen, ik had een catechese-roep. Je kunt dat dus ook uitdragen naar, met de werken van barmhartigheid. En zo'n missionaire kerk krijgt weer een gezicht. En na de lunchpauze dan, zijn er diverse workshops. En dan kunnen mensen naar alle mogelijke activiteiten gaan die met het werk in de parochies te maken hebben. Dankjewel voor jullie aandacht. Wat vond u van vandaag? Ik vond het mooi dat al die kerkbesturen van Limburg bij elkaar komen, bisdom Roermond, om te horen van eigenlijk wat wij zelf ook tegenkomen in de parochies, hoor je dat dat overal speelt. Wat zou barmhartigheid kunnen betekenen voor de toekomst van de kerk? Ik denk dat het de basis is. De liefde is de basis van het geloof. En daar zit barmhartigheid in. Ja, het is niet dat gebouw. Dat gebouw is maar stenen. Het moet van, wat ook een aantal keren, barmhartigheid, dat komt uit jezelf en het kost niks. Ja, ik vertaal het met mens tussen de mensen zijn. Dus daar begint het. En dan, je zou bijna kunnen zeggen, de rest komt vanzelf. En weet het, barmhartigheid is gratis. Dus iedereen kan het.